Dit is de laatste aflevering van het Park Hilaria Journaal. Mijn collega's en ik hebben afgelopen week heel wat uurtjes doorgebracht op deze kermis. De hoogtepunten van deze uitzendingen hebben we op een rijtje gezet. Park Hilaria is meer dan kermis alleen. Bezoekers kunnen iedere avond genieten van David Dimitri. Hij treedt alleen op met zijn one-man show. Ik sta hier naast David Dimitri. Hij heeft hier op Park Hilaria zijn one-man show. David, don't you miss ever a colleague? Not really. I have been traveling in a group for so many years, for like 20 years in a circus and with the group, and it's so easy to be by yourself in a sense. Of course, there's downsides. When you're alone, you're alone. When you need help, you gotta do it yourself. But overall, I'm very happy by myself. You told me you drive your own truck, but the tent is yours. What else? Well, pretty much everything here is mine. You have to see, when I started, I had a cable and a pair of shoes, and that's all. And I saved some money till I one day decided to buy a tent. But I didn't know that then I need a truck too, because how am I going to move the tent without the truck? And then once I had the truck and the tent, I realized that I need some lights. So I had to buy lights. So suddenly this became a really big project. Park Hilaria is 's avonds vooral een wereld van veel geluid, veel muziek, veel licht. Maar overdag heerst er een volstrekt andere sfeer. Ik zag jou zo lachen. Beschrijf eens wat je toen voelde. Rivels. Waar? In mijn buik. Wat is hier de bedoeling van dit apparaat? Allemaal punten talen. En wat kun je dan met die munten doen? Met die punten kun je allemaal kun je spelletjes uitkiezen. En waar speel jij voor? Ik weet nog niet wat voor hier. Maar als je nu mocht kiezen met al die punten, wat zou je dan kiezen? Dan wel een van de knuffels. Laat eens kijken wat je hebt gewonnen. Dokterspullen. Wat ga je ermee doen, doktertje spelen? Ja. En met wie? Met mijn broertje. Vind je het leuk dat je zo'n doktertje gaat spelen met je? Ja. Als je maar niet zo heel ziek wordt, hè? Nee. En wat heb jij uitgekozen? Een piratenschep. Park Hilaria, de lekkerste! Ik ga zien. Waarschijnlijk heb ik een fantastisch uitzicht over Eindhoven. Maar ja, of dat ook mooi is als het nacht is, dat weet ik natuurlijk niet. Oké, we hebben plaats. We gaan erover. Nou, daar ga ik dan. Dag! Wauw. Je hebt nu al best wel een mooi uitzicht hier.
moet zeggen, ik woon wel op 13 hoog in een flat. Maar dit is toch een stukje hoger. Ik krijg nu al kriebels in mijn buik. Wow. Niet zo zuinig ook niet. Ja, volgens mij gaan we niet draaien. Wow, man. Zie je allemaal die prachtige lichtjes van de kermis. Al heel wat laten zien van Park Hilaria. Kinderen die lekker bezig waren op de kermis. We hebben een prachtige one-man circus show gezien. En natuurlijk die supersnelle attracties waar René haar leven zo'n beetje waagde. Maar ik kies voor iets anders. Ik kies voor handlezen. U hebt een hele lange, sterke levenslijn. Welke is de levenslijn? Nou, dit is uw levenslijn. Die loopt helemaal door. En dat betekent dat u uit een heel sterk geslacht komt. Er wordt vooral veel plezier gemaakt, maar soms gaat het wel eens mis. En dan is het maar goed dat de vrijwilligers van het Rode Kruis er zijn. Wat zijn dat dan voor soort ongelukjes die hier gebeuren? Ja, kleine valpartijtjes, maar vooral dit jaar veel wespensteken. Met die wespensteken, ja, daar hebben we een handig hulpmiddeltje voor. Voor mensen zo draag mogelijk te maken dat het minder pijn doet. Dus een speciaal pompje. Die zetten we op de bijplek van de wesp neer. Dan zuigt vacuüm. En dan probeer zoveel mogelijk gif eruit te zuigen. En ja, voor de mensen zo draag mogelijk te maken. Ziet er wel een beetje gek uit, hè? Ja, maar het helpt wel. Dus dat is toch het belangrijkste. Een van de dingen die jij hier doet is fotograferen op Park Hilaria. Wat hoort nog meer tot jouw werkzaamheden? Ja, een beetje toezicht houden op het terrein. Maar ja, in principe voor het grootste deel fotograferen van attracties. En waarom vrijwilligerswerk op de kermis? Het is altijd wel gezellig en we hebben zo'n hecht team in principe, dus het blijft gewoon leuk. Ja, ik ben er ook een beetje vanzelf ingerold, omdat de familie van mij die zit ook in de organisatie. Dus ik draai al een aantal jaar mee en ik vind het gewoon hartstikke leuk. We komen helemaal uit Arnhem en Park Hilaria is top! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, jullie denken waarschijnlijk, wat is Dina aan het doen? Nou, ik ben vanavond wel op Park Hilaria. Maar bij Salsa Breeze. Hier wordt salsa gegeven en ik moet natuurlijk wel even oefenen voordat ik de tent in ga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oké, guys. Dat ben ik. Gaan we eerst de heupen losmaken. Wij gaan naar links, rechts. Ik sta hier met Runie van Salsa Sensation. Runie, je hebt net een workshop gegeven. Hoe was het om te doen? Het was heel erg leuk. Ja, de mensen hebben gewoon positief erop gereageerd. En daar zijn we altijd blij om, want het is de passie van dansen willen we delen met de rest van Eindhoven. Normaal sta je in een dansschool, maar nu op Park Hilaria. Is dat anders om te doen? Ja, het is anders. Dus je bent buiten en het is dan in een tent. Anders dan in een dansschool. Maar het publiek is sowieso enthousiast en dan zijn we wel gewend bij onze dansschool van Salsa Sensation. Ja, het is toch wel even afwachten wat er hier op afkomt. Was je verrast door de hoeveelheid publiek? Ja, we zijn heel erg verrast. Positief verrast dan, moet ik zeggen. En ja, de mensen die zijn gekomen zijn natuurlijk een paar zijn cursisten van ons of bekenden van ons, maar ook heel veel nieuwe mensen. Dus dat is altijd leuk dat mensen nog steeds openstaan voor het Caribisch en vooral het salsa dansen. Nou, dit waren de hoogtepunten van 10 dagen Park Hilaria. Het zit er weer op, helaas. We moeten wachten tot volgend jaar. Bedankt voor het kijken en tot dan.